In deze film een introductie van Bridge, en Bridge is zeg maar het beheerprogramma wat bij Photoshop hoort. Je krijgt het er gratis bij en het is een los op zichzelf staand programma. Hoe open je Bridge? Nou dat kan onder andere via Photoshop, gewoon hierboven bij Bestand en dan Bladeren in Bridge kiezen. En Bridge zal vervolgens opgestart worden. Ik zal hem een klein tikkeltje groter maken, dat kijkt net iets makkelijker op de film. En vervolgens krijg je dit voor je neus. Aan de linkerkant heb je een tabblad Favorieten en Mappen. En als je de mappen opent, dan kun je daar gewoon de folder kiezen die je wil. En als ik bijvoorbeeld deze neem, dan zie je daar vervolgens al mijn foto's op van deze shoot. Dat waren er 150 en ik heb hier gewoon wat foto's uit gekozen. Je ziet een paar verschillende dingen. Je ziet uh, bijvoorbeeld kleurtjes, maar je ziet bijvoorbeeld ook sterren. Nou, hieronder kun je kiezen om de foto's wat groter te laten zien. Dat werkt wat makkelijker. Je kunt in Bridge foto's namelijk, net als bijvoorbeeld in Lightroom, een waardering geven met sterren of met kleuren. Zelf werk ik het handigste met sterren, maar kleuren kan natuurlijk ook gewoon prima. En je kunt het natuurlijk ook gewoon heel mooi combineren. Aan de linkerkant heb je een filter zitten. En dit filter, daar kun je ook gewoon een klein beetje mee uh, ja, selecteren. Zeg maar. Als ik bijvoorbeeld alle liggende foto's wil zien, dat zijn er acht, staat er ook bijgegeven. Klik je daarop, komt er een vinkje bij en laat hij alleen de liggende foto's zien. En wil ik bijvoorbeeld alle liggende foto's, die ik dus al zie, met één ster zien? Dan vink ik daar ook gewoon één ster bij aan. En op, die manier kun je dus gewoon, en op die manier kun je dus gewoon foto's naar voren halen. Hoe gaat dat geven van sterren? Dat gaat op zich vrij eenvoudig. Wanneer je een foto selecteert, kun je met de sneltoetsen Ctrl 1 tot en met Ctrl 5 sterren geven. En het getal is dan de aantal sterren wat erbij komt. Ctrl 1 geeft één ster. Ctrl 4 geeft bijvoorbeeld vier sterren. En omdat het een sneltoets op je toetsenbord is, werkt dat gewoon heel snel en heel handig. En Ctrl 0 geeft 0 sterren. Wanneer je bijvoorbeeld foto's gaat selecteren, dan doe je dat lekker groot. Dat kijkt wat makkelijker. En je laat gewoon je muis los. Je gaat verder met de toetsen. Toets naar rechts is volgende foto en naar links is de vorige. En je andere hand hou je in de buurt van de control en de eerste getaltoetsen en je gaat gewoon sterren geven aan foto's waarvan je denkt van hé, hey, dit is wel iets. Nou heb ik dat natuurlijk gewoon al gedaan, maar stel dat je zegt van nou deze vind ik wel aardig, ctrl-1 en hij heeft een ster. En zo ga je dus gewoon heel snel door al je foto's heen. En als je nou denkt van ja Jeroen, je gaat wel heel rap door je foto's, dat klopt. Maar ik moet ook al zeggen, ik fotografeer al wat jaartjes, dus op een gegeven moment krijg je daar wel wat handigheid in. En ik weet ongeveer wat ik zoek in een shoot en welke foto's ik dus uh, wil hebben als afwerking. Maar stel dat je dus gewoon zegt van ik heb inmiddels mijn selecties gemaakt dan zou je dus op de sterren kunnen klikken en daarmee al je foto's van sterren laten zien. En heb je nou zoiets van, hé, hey, deze foto, ja, die valt bij wijze van spreken af. Stel dat die bijvoorbeeld niet helemaal scherp is, dan kun je hem selecteren en met ctrl-6 geef je hem een rode kleur en weet je gewoon in één overzicht dat die afvalt. Wil je de foto nou openen? Ik heb in dit geval een RAW gefotografeerd, je dubbelklikt erop... Hij gaat naar Photoshop en de Raw Editor wordt geopend. En ik kan hier gewoon in de tussentijd mijn foto bewerken zoals ik dat graag zou zien. Ik doe gewoon even wat kleine dingetjes hoor. En ik druk op afbeelding openen en ik ga automatisch door naar Photoshop. Zou Photoshop nog niet open zijn, dan wordt dat geopend voor je en wordt het ook allemaal geregeld. Het is gewoon ja, samen aan elkaar gekoppeld. Je kunt echter ook in Bridge alleen naar Camera Raw gaan. Je klikt met rechts op een foto en dan heb je de optie openen in Camera Raw. En vervolgens wordt weer Camera Raw geopend en weer kun je allerlei dingen uh, veranderen in de foto. En als je nu op Gereed drukt. Dan zie je dat er in Bridge wel iets veranderd is aan mijn foto. De instellingen van Camera Raw worden gewoon overgenomen. Maar ik blijf op zich buiten Photoshop. En op die manier zou je dus ook foto's snel kunnen bewerken via Camera Raw en los opslaan. Daar heb ik eerder al een filmpje over gemaakt. Klik daarboven even op het linkje om dat te zien. Maar je kunt op die manier dus ook gewoon foto's bewerken zonder Photoshop. Het wordt eigenlijk een soort ja, tweeledige versie van Lightroom: het selecteren via Bridge en het bewerken via Camera Raw. En dat geldt niet alleen voor RAW-foto's. Je kunt eventueel ook JPEG's bewerken in Camera RAW als je daar gewoon zin in hebt. Wat vind je nog meer in Bridge? Je vindt aan de rechterkant de metagegevens van de foto. Dus de instellingen waarmee die gemaakt is. En daarmee heb je dus gewoon in een heel makkelijk overzicht. Gewoon bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het brandpuntsafstand en de lens die ik heb gebruikt. Of uh, de datum waarop de foto is gemaakt. Of de instellingen qua sluitertijd en diafragma. En daar kun je natuurlijk ook gewoon aan de rechterkant op filteren. Stel dat ik bijvoorbeeld het filter even uitzet en alles van 85 mm laat zien. Nou, deze foto's zijn met een 85 mm lens gemaakt. En zo kun je dus een bridge een klein beetje ja, aanklooien zeg maar, tussen wat je wil. Je kunt natuurlijk ook nog gewoon het uiterlijk van bridge veranderen. Je hebt ook een aantal tabbladen. Standaard staan de meeste wel geopend. Je hebt bijvoorbeeld de voorvertoning. Dan zie je altijd een grotere miniatuur van je, uh, van je foto. Ja, maak je je foto's zelf groter, dan is dat natuurlijk niet meer zo. Maar goed, uh, het geeft een klein beetje een idee. Tabblad publiceren, ik doe er helemaal niks mee. Je kunt er met rechts op klikken en dan kun je zeggen van nou, doe maar weer sluiten. Je kunt eventueel ook nog gewoon trefwoorden ingeven. Er staan er al een paar standaard ingevuld. En je kunt bijvoorbeeld ook nog favorieten kiezen. Nou, je kiest een map uit, je klikt er met rechts op en dan zeg je toevoegen aan favorieten. En ga je dan naar favorieten, dan zie je dat mapje daar gewoon staan. En je hebt aan de bovenkant nog wat opties om gewoon in één keer alles te veranderen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik wil deze opmaak hebben. En je kunt dan door je foto's gaan, of gewoon puur de filmstrip. Ik vind dat ook wel lekker werken. En de uitvoermogelijkheid om bijvoorbeeld meteen een PDF te maken van een foto. Dit is dus in een notendop een introductie in Bridge. De komende tijd ga ik nog wat meer filmpjes maken over Bridge, zodat je daar misschien wat meer handigheid in zult krijgen. En je zult merken dat als je het in combinatie met Photoshop gebruikt, je eigenlijk Lightroom helemaal niet meer nodig hebt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!